Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel apart bloemstuk maken. We gaan herinneringen maken. Klinkt misschien een beetje gek. Wat we vandaag gaan doen, laat ik het straks zien. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik ga maken. En er komt heel veel leuks aan. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt al onder kopje cursuspakketten. En laat vooral hieronder weten in de reacties wat jij van deze video vindt. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Ik lees echt alles. Dus laat me het vooral weten. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Wil je als eerste op de hoogte zijn wat we elke keer gaan maken? Dan kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik elke keer weer van alles wat we gaan maken. En ook kleine sneak peeks. Dus dat is heel erg leuk. Kan je me zeker volgen? Vandaag gaan we namelijk dit fotolijstje gebruiken. Zo kan je misschien iets beter zien. Een heel mooi apart fotolijstje die je op allerlei verschillende manieren kan neerzetten wat je zelf mooi vindt. En daarmee bedoel ik ook, we gaan herinneringen maken. We gaan hier namelijk een bloemstuk inmaken. Wat heel apart. Ik ga jullie het stap voor stap uitleggen, dus we gaan gauw beginnen. Ik bepaal eerst de hoogte van het bloemstuk. En daarin plak ik alvast het tape, zoals je kan zien. En die plak ik er vast tussen. En dit is eventjes een werkje, maar het is soms ook handig als je even iemand hebt die je daarmee helpt. Die heb ik nu niet, dus ik steun even op mezelf. Ik heb hem een keer zo aan de zijkant getaped. Dan doe ik er nog eventjes in het midden een tapeje overheen. En let op dat je dan weer over het tape heen plakt, zodat het wel blijft plakken, omdat je natuurlijk het steekschuim vochtig hebt. Kijk, dan ziet dat er zo uit en dan zit ze eigenlijk vast in. En dat wil ik ook aan deze kant, alleen hier wil ik hem lager doen. Het voordeel is dat je al een klein elastiekje hebt als steun, want er zitten ook elastiekjes in waar je normaal foto's in kan doen. En je kan die ook later weer gebruiken om weer foto's in te doen, maar we maken er nu natuurlijk een bloemstuk in. En deze bevestig ik eigenlijk op dezelfde manier. Dus ik doe eerst de lange kant een tapeje en dan op de korte kant. Hier doen we straks wat meer bloemen overheen, dus daar zie je weinig van terug. Het is echt handiger als iemand je even helpt met het steekschuim vasthouden. Dus haal je partner erbij om je te helpen. Dat maakt het echt een stukje makkelijker. Is er allemaal getaped. Die laatste kan je eigenlijk alleen in het midden doen. Of aan de bovenkant doen. Want het elastiekje houdt hem voor de rest wel tegen. Dit had ik eigenlijk ook met de onderkant kunnen doen. Maar ik vind het wel heel mooi als je nog even iets zweeft. Maar vind je het te lastig, dan kan je eigenlijk deze op dezelfde manier doen op de onderkant. Dus dan leg je hem echt op de onderkant neer. Ja, deze is echt wel wat lastiger. Maar als het eenmaal zit, dan zit het. Je moet het gewoon even vasttapen. En handig is om eventjes een helpende hand te hebben. Die even je steekschuim vasthoudt. Maar als het dan vast zit, zit het vast. En tape over het tape elke keer weer heen. Want op steekschuim, omdat het vochtig is, kan je daar natuurlijk niet op tapen.
dan blijft het op die manier goed zitten. Kijk. Goed, dan gaan we de bloemen erin verwerken. De clipjes kan je eraf halen, maar kan je eventueel ook kleine foutjes bij tussen doen als het bloemstuk klaar is. Geeft ook een heel leuk effect. Maar die zit er dus ook bij. Dan beginnen we eerst met galaxblad. Want daarmee werken we het waterschaaltje weg. Dus ik doe het aan beide, aan alle zijden en er rondomheen. En je kan ook al een deel van het zeep daarmee wegwerken. Als je dat hebt gedaan, gaan we verder vullen met bloemen. Ik gebruik verschillende soorten bloemen. Ik gebruik ze ook voorjaarsbolletjes. Vind ik ook erg mooi. En die verwerk ik allemaal heel kort in dit bloemstuk. Basis al mooi gezet. Een combinatie van het blad met het gipskruid lijkt al heel erg mooi. Dan ga ik eerst verder met verbinden. Want ik wil deze bloemstukken ook nog eens met elkaar verbinden. Dat doe ik door middel van gras. Ik maak eigenlijk gewoon boogjes. En dat maakt het nog weer extra speels om het zo naar elkaar te doen. Helemaal omdat je van hoog naar beneden werkt. Maar je kan trouwens ook kiezen voor andere hoogtes. Dat je bijvoorbeeld twee keer hoog doet en één keer laag. Wat je zelf daarin leuk vindt. Dus je mag daar gewoon zelf mee spelen. Maar ik vind dit een heel leuk effect geven. Dan gebruik ik even wat voorjaarsbolletjes. Die zitten natuurlijk gewoon in het potje. Maar ik maak ze even schoon door het zand eraf te halen. En er een satéprikkertje in te doen. En dan kan je ze ook zo in het bloemstuk verwerken. En dit doe ik met alle bolletjes in het stuk. En dan verdeel ik ze in het bloemstuk. Verder op met snijbloemen. Ik kies ervoor om alle bloemen er kort in te verwerken en in elk bloemstukje hetzelfde te doen om zo rust te creëren. Maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om elk bloemstuk een andere kleur te doen of het wat meer groepsgewijs op te steken. Dat kan ook, maar ik verwerk het op deze manier. Ik let altijd goed op dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. Dat is altijd heel belangrijk. Hele mooie gerbraatjes, lijkt ook mooi. Belangrijk bij een gerbra, als je die in steekschuim verwerkt. Je snijdt hem even aan, dan kan je met dezelfde steel eventjes een gaatje voorprikken. Dan steek je de gerbra erin. Kijk je of die een goede lengte is, dat hij goed het steekschuim raakt. Dan haal je hem er nogmaals een keer uit en snij je hem nog een keer aan. Zo kan hij het water zo goed mogelijk opnemen. Dus dat is heel belangrijk. Vooral in steekschuimstukjes, want dan heb je er gewoon langer plezier van. Dus ik prik hem even voor. Kijk of hij op goede lengte is. Haal hem eruit en snij hem nog een keer eventjes schuin aan. En dan prik ik hem erin. En dan heb ik nog een trosdoosje waarbij ik de laatste gaatjes volsteek. Dus mocht je nu nog steekschuim zichtbaar hebben, kan je die volsteken. En dan gebruik ik straks ook nog een beetje Tilantia om hetzelfde te doen. Mocht je nog gaatjes hebben. Maar het zit al eigenlijk al wel redelijk vol.
Ik let er ook goed op dat, dat ik goed over de tape heen heb gewerkt. Mocht je nu nog wat zichtbaar hebben van de houder of van het steekschuim, dan doe je daar een beetje silantje omheen en zet ik vast met een krammetje. Eventueel kan je ook lijm gebruiken. Je bent maar een klein beetje nodig. Vaak zit het heel diep in elkaar, dan kan je het gewoon even uit elkaar trekken. Ja, en dan hebben we een prachtig mooi bloemstuk gemaakt. Heel apart ook. En mocht je nou bijvoorbeeld doelen hebben dit jaar, een positieve tekst, iets waar je jezelf aan wil herinneren om positief het jaar te starten, zet het op een leuk briefje en hang die hier aan, want daarvoor kan je die klemmetjes ook gebruiken. Of misschien heb je wel een mooie foto van familie, vrienden, misschien iemand die je heel erg mist. Ja, die kan je hier natuurlijk ook mooi in verwerken. Dus dan heb je op een hele positieve manier een heel mooi bloemstuk. Nou ja, en als je dan een bepaald doel hebt die je in het bloemstuk verwerkt, dan weet ik zeker dat deze jou gaan herinneren dat je je eraan moet houden. Hè? En dat op een hele leuke manier. Dus wil je dit zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaibloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Vergeet vooral niet te abonneren en me te volgen op Facebook of Instagram. Dan mis je niks. En dan zien we mij volgende week weer. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En tot volgende week. Doei!